Dit is mode 2 en dit is mode 3. Maar Steven, op de kleur na zie ik geen verschil. Ha, klopt, helemaal. Die twee stickers zijn hetzelfde, want die twee passen op de auto. Mocht je trouwens afvragen, dit is het mannetje, dit is het vrouwtje. Je begrijpt zelf wel waarom, hè. Het verschil zit hem aan de andere kant. Dit is de kant die past op de stroombron. Nou, zoals je kan zien, dit is mode 2. Dat gaat in het gewone stopcontact. Nog een verschil tussen de mode 3 en de mode 2. Bij de mode 2 krijg je altijd zo'n mooi bakje eraan. Dat is eigenlijk de communicator tussen je stroombron en de auto. Die ervoor zorgt dat alles optimaal verloopt. Een soort van veiligheid, zeg maar. Die heb je niet aan de mode 3, om de simpele reden dat die veiligheid in de laadpaal zelf zit. En die mode 3, ja, die past hierin, hè. Openbare laadpaal of de wallbox bij jou thuis. Het is trouwens een Europese standaard. Dus dat contact bij die openbare laadpalen is op het oude continent overal hetzelfde. En dan is er nog de kabel voor mode 4, dat is snelladen. En dat is deze vriendelijke jongen hier. Ja, zoals je kan zien, een heel andere stekker. Dat is de CCS, voor Combined Charging System. En een heel andere kabel, een serieuze knoert. Ja, en om deze combo altijd mee te sleuren in je auto, ja, dat is wat van de koeien te veel. Dus die hangt altijd vast aan de lader zelf. Wat je moet onthouden als je gaat kijken voor een plug-in hybride of een elektrische auto, is dat je vraagt welke mode kabel erbij begrepen is. Mode 3 is eigenlijk, ja, gangbaar en standaard, omdat die gebruikt wordt voor openbare laadpalen. Ja, mode 2, dat is dus vaak een optie. Is dat nuttig om daar voorbij te leggen? Dat ontdek je in onze video over laden.